Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. We kunnen goed zien op de satellietfoto dat een flink deel van het land te maken heeft met wolkenvelden, maar af en toe is er ook ruimte voor de zon. In de loop van de dag komt er wat meer ruimte voor de zon, dat zal vooral in het zuidoosten van het land zijn, maar nog altijd is er vrij veel bewolking. Er blijven overal droog en het wordt uiteindelijk vanmiddag 17 tot 20 graden. Er staat niet veel wind, als er die al waait, dan is die matig kracht 3 uit westelijke richtingen. Vanavond komt er vooral in het zuiden geleidelijk iets meer ruimte voor opklaringen, maar de bewolking houdt toch voorlopig nog even de overhand. In het binnenland zou een beetje nevel kunnen ontstaan. Morgen hebben we een tweedeling in het land. In de zuidelijke helft is vrij geregeld zon, in het noorden is meer bewolking en misschien dat in het noordoosten een enkel spatje regen valt. Er staat een matige westelijke wind en het wordt 20 tot 22 graden. In het weekeinde zijn de vooruitzichten ronduit zonnig, vooral op de zondag. En dan gaat de temperatuur ook flink omhoog naar 25 of 26 graden in het binnenland. Op maandag dan komt er later op de dag meer bewolking en groeit de kans op een regen- of onweersbui. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl